Hallo allemaal en welkom terug. Goedemorgen. Ik wil iedereen een heel prettig weekend wensen. Het is zaterdagochtend heel erg vroeg. Deze mevrouw, die wil ik ook een heel prettig weekend wensen. Prettig weekend, burgemeester Halsema. Mijn naam is Fidioot. En ik ben een diehard fan, een echte fanboy. Van deze mevrouw. Ik ben helemaal dol op burgemeester Halsema. De allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. De stad waar zij de burgemeester van is alleen. Ja, dat is een shithole. Amsterdam is een shithole. Sorry, ik weet dat er heel veel mensen zijn die helemaal dol zijn op Amsterdam. Maar ik niet meer. Naarmate ik ouder word. Ik ben ongeveer de leeftijd van de burgemeester, zo rondom de 50. Begin ik mij meer en meer te ergeren aan Amsterdam. En om honderden verschillende redenen. Dit is er één van. Dit is het parool. En dit was gisteren volgens mij. Slachtoffer, schietincident Zuidoost. Per ongeluk geraakt tijdens opname videoclip. Wat? De 26 jaar, vreselijk jonge iemand weer. De 26-jarige man die maandagnacht om het leven is gekomen bij een schietincident in de flat Daalwijk in Zuidoost, zou per ongeluk zijn geraakt. Volgens het Openbaar Ministerie, OM, gebeurde het ongeluk bij de opname van een videoclip. Inmiddels is ook de identiteit van het slachtoffer bekend. Het gaat om Richard Cordova, meldt AT5. Het vuurwapen zou tijdens de opname voor de videoclip per ongeluk zijn afgegaan. Cordova, volgens justitie, een goede vriend van de overige aanwezigen, werd daarbij in de rug geraakt. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Onvoorstelbaar. Echt waar, onvoorstelbaar. Ik bedoel, mensen die mijn YouTube-kanaal, dit razend populaire YouTube-kanaal, regelmatig volgen, weten hoe ik denk over jonge mensen. Mevrouw de burgemeester, ik vind jonge mensen over het algemeen heel erg dom. Zelf weten ze niks, maar hun telefoon weet een hele hoop. En zelf kunnen ze niks, maar hun telefoon kan een hele hoop. Een videoclip opnemen met een echt vuurwapen, wat echt geladen is. Zonder dat de veiligheid, weet je, zo'n veiligheidspal, dat het vuurwapen niet af kan gaan, erop zit. Dit, van alle stupide, domme dingen is dit. Deze komt heel hoog. Deze komt heel hoog. Nou, drie personen hebben zich dinsdag bij de politie gemeld. Ze werden alle gearresteerd. Eén van hen, een 21-jarige Amsterdammer, blijft voorlopig vastzitten. Het OM verdenkt hem van doodslag op zijn vriend en verboden wapenbezit. Onvoorstelbaar, weet je. Het was een keertje geen drugsafrekening. Het was een keertje geen schietpartij. Maar gewoon voor de lol had iemand een echt geladen vuurwapen bij zich. Het is onvoorstelbaar. Pardon. De andere twee. En dan komt het. Een 23-jarige man en een 16-jarig meisje. De dochter van burgemeester Halsema is ook 16. Dus dat is hartstikke leuk. Zijn inmiddels op vrije voeten gesteld. Volgens justitie lijkt hun betrokkenheid gering, maar blijven ze nog wel verdachten in de zaak. Kun je dit voorstellen, ouders van dit 16-jarige meisje? Wat was je aan het doen? Nou, mam. Hi, mam. Waar kom je vandaan? Nou, ik was een videoclip aan het opnemen en iemand had een echt vuurwapen bij zich en dat ging af en nu is er iemand dood. Wat? Ja, het was voor een schoolproject. Nee, het was niet voor een schoolproject natuurlijk. Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld en waarom daar een met scherpe munitie geladen vuurwapen aanwezig was, is nog niet duidelijk. Ik denk dat het komt omdat die mensen heel dom zijn. Daar denk ik dat het aan ligt, maar dat ben ik. Ik ben een beetje vooringenomen. Nou ja, het schietincident gebeurde in een appartement op Driehoog. Hulpverleners die meteen na het incident door een van de aanwezigen waren gebeld, hebben langdurig pogingen gedaan
Cordova te rijden aan die meren. 26 jaar. God, kaleer. Het schietincident, voor zover nu bekend is, komt Cordova niet voor in de systemen van de politie. Dus dit was iemand zonder strafblad, nooit in aanraking geweest met politie. Geen crimineel, gewoon iemand die creatief bezig was. Met muziek, met video, weet je wel. En die wordt gewoon kapot geschoten en die overlijdt gewoon. Dat is zo vreselijk droevig, is dit. Ik word er depressief van. En ik was al zo depressief vanmorgen. Nou, dan komt het, weet je, want we willen graag ervoor zorgen. Parool doet dat. Die zorgt ervoor dat ik het weekend geen hap door mijn strot krijg. Cordova is de zoveelste jongeman die omkomt door geweld in Zuidoost. In de hele stad vielen vorig jaar 21 doden, van wie 6 in Zuidoost. Ja, dat is meer dan een kwart. Alle slachtoffers in Zuidoost waren tussen de 18 en 35 jaar oud. Het is om te huilen, mensen. Het is om te huilen. Het geweld was voor aanleiding voor verschillende stille tochten en demonstraties in Zuidoost. Die zin loopt niet zo goed, mevrouw Parool. Misschien, weet ik niet, iets iemand doen die dat controleert. Het geweld was aanleiding. Dit woordje voor moet weg. Het geweld was aanleiding voor verschillende stille tochten en demonstraties in Zuidoost. En eerder, toen dachten ze nog dat het een of andere liquidatie was of zo. Toen kregen we dit in onze mik. En toen stond er, dit is van Tarim Ramjan, is ook het parool. Hier wisten ze nog niet wat het was. En dan krijg je dit. De 21-jarige mediastudent Ellen Te Brake verhuisde vanuit Achterhoek naar Amsterdam-Zuidoost. Veel mensen vroegen me of ik dat wel zou doen. De Bijlmer, is dat niet eng? Intussen woont ze er al 2,5 jaar. En tot nu toe viel het haar ontzettend mee. Het voelt als een dorpje in Amsterdam. Maar misschien ben ik wel naïef. En dan krijgen we hier van, het hoort er een beetje bij. Weet je wel, schietpartijen, vuurwapens. Mevrouw de burgemeester, dit is waarom de politie en wij, de gewone burgers, bloedje nerveus worden van al die vuurwapens. Namelijk zelfs mensen die geen kwade bedoelingen hebben. Nee, en er niet op uit zijn om, weet ik veel, advocaten of kinderen dood te schieten. Of vergismoorden te begaan. Maar mensen die gewoon, weet ik niet, creatief bezig zijn. Zelfs die mensen hebben een vuurwapen. Er zijn te veel vuurwapens in Amsterdam. En vuurwapens zijn levens- en levensgevaarlijk. Ja, we geven ook geen boor aan een 5-jarige. En een vuurwapen, ja, mensen kunnen er gewoon niet mee omgaan. De enige mensen die kunnen omgaan met vuurwapens zijn politieagenten. En dan alleen speciaal getrainde, want lang niet alle politieagenten dragen een vuurwapen. En militairen, dat zijn mensen die in militaire dienst geleerd wordt hoe ze om moeten gaan met een vuurwapen en munitie, etc. Dat zijn de enige mensen die dat kunnen. En zelfs die mensen kunnen dat niet zomaar zonder meer. Die mensen hebben daar jaren training voor nodig. En die training die moet voortdurend worden bijgeschaafd. Alle andere mensen moeten helemaal geen vuurwapen hebben. Gewoon helemaal niets niet. Want je weet niet hoe je ermee om moet gaan. Je kunt niet mikken. En dit is te droevig voor woorden. Weet je, stel, jonge mensen zijn creatief bezig. Er is ook nog eens een minderjarig kind bij. En nu hebben we iemand die hartstikke dood is, terwijl hij helemaal geen kwaad in de zin had. Helemaal niemand kwaad deed, maar gewoon lekker creatief bezig was met muziek en video. In een studentenflat. En bam. Het is om te huilen. Mevrouw Halsema, toen u de burgemeester werd van Amsterdam, toen zei u, ik ga de zware criminaliteit hard aanpakken. Wapenhandel. Dat is zware criminaliteit. Ikzelf... En heel veel andere Amsterdammers, en ik denk ook de politici, zouden heel graag zien dat alle vuurwapens uit Amsterdam verdwijnen. Maar dan ook echt allemaal. Ja, gewoon de revolvers, automatische wapens zoals Kalashnikovs, etc. Het moet echt allemaal weg. Het moet echt allemaal weg, want dit soort dingen, het is niet voorstelbaar meer. Denk eens voor de familie. Steeds voor de familie van deze mensen. En die worden nooit meer hetzelfde.
Die arme vent, hartstikke dood. Ook een vreselijk jong iemand weer. En de dader, laten we ervan uitgaan dat hij de waarheid vertelt en dat hij per ongeluk heeft gedaan. Deze 21-jarige, die wordt ook nooit meer normaal. En die 23-jarige en die 16-jarige, die worden ook nooit meer normaal. En ik gok even dat het voor de hulpverleners, mevrouw Halsema, niet echt heel prettig is om schotwonden te behandelen. Hè? Dit is niet Amerika, dit is niet Mexico, dit is niet Colombia, dit is niet Pakistan, dit is Amsterdam. Dus wat wij graag zouden zien, burgemeester Halsema, is een soort taskforce die op jacht gaat naar vuurwapens en iets gaat doen aan de handel in vuurwapens, want het is dood en dood en dood en dood eng. Ja, lieve mensen, dit is wat er mis is met Amsterdam. Een van de vele dingen die er mis is, zijn met Amsterdam. Dit is de reden waarom ik zo graag weg wil uit deze stad. Burgemeester Halsema is fantastisch, maar onze stad is een absoluut shithole. Ja, dat was hem weer. Tot de volgende keer.